otra vez. Aquí la tengo otra vez, diciendo que quiero otra vez. Buenos días. Wat gebeurt hier dit weekend? Hebben we het al wit geschilderd? Ja, kan je net zeggen. Zo! Niet te geloven. Die vinnen die jullie op de grond zien staan. Twee van die. Eentje staande. Die hebben deze weekend staan draaien hier. Ja, en nog eentje in de badkamer. En eentje, ja, dat is, ja, dus, ja, dus eentje hier, eentje in de badkamer en zo staande vinden. Dus drie vinnen. Ja. Vol continu. Dat scheelt wel heel veel. Ja, het is onvoorstelbaar. Die muur, bij de ingang, die hebben we als laatste gestuurd. Die is al droog. Die is al gewoon droog en er zit heel veel op. Ja, dat is ook. Deze, hadden we misschien van nou, ik denk over een week of twee krijgen we wat plekken, maar hij is gewoon al bijna zo goed als droog. Maar het is de afgelopen dagen mooi warm geweest, hè? Het was de afgelopen dagen warm en het is vandaag ook weer heel warm. Ja. Volgens mij wordt het iets van 37. Ja, zoiets. In het dorp. Dus vandaag wordt de Tetsjo-dag. We gaan hem inzetten. Zo snel mogelijk, want we hebben het lang gehad. Voordat het heel warm wordt. Ja, we moeten ook nog de ramen bijten. We gaan nog binnenkomen van de raam. Kunnen die ook gestuurd worden binnenkant? Ik heb deze dan een beetje geschuurd. Dat natuurlijk nog een beetje kruisschuim op en stupsel en zo. Ja, precies. En toe, maar als je hem even een beetje met een blokje nadoet, dan, ja, dan is hij weer helemaal netjes. Ja, hij kan in de lak. Kijk, dit is. Je kan wel dit soort plekken kijken, of het stupsel, of het wit is. En ook een beetje van het krussen, af en toe even de langs geslagen, de hoekjes. Ja. Zo een beetje krop. Dat is dan eerst even mooi. Even die kozijnen toesturen tussendoor. En dan even bij het zelfs toch moeten wachten met de afmessen. Je hebt al een aardig kleurtje opgebrand gisteren hier. Ja, gisteren aardig verbrand. Het ging iets harder dan verwacht. Ik heb ook deze even in de plastic gedaan. Een houten balk, want die hebben we ook al gestuurd. Het scheelt weer met schoonmaken. Dus we moeten ook dit nog even doen. Dit doen we ook gelijk maar even inzetten als het plafond is ingezet. Ja. Dus we drinken even onze koffie op. En dan gaat het weer gebeuren. De vlog Meiden met een Missie genoemd. Ja. Nou, ik vind dat we vandaag meer op een missie gaan. Vandaag zijn we echt op een missie. Want, wat hebben we gezien? We hadden natuurlijk al in de vlog verteld, in een andere vlog, dat wij een lekkage hadden. Even wachten hoor, want ik weet niet wat dit is. Nou is ook nog de weg geblokkeerd. Ja. Hij zegt dat ik er langs kan, maar kan ik er langs? Ja, als goed is wel. Ja. Oh, kijk eens. Zijn dat de nieuwe palen? Hola. Hola, Nicola. We zijn dus met de kraan bezig. Kijk, wacht voordat we verder vertellen. Kijk eens hoe mooi. Dat is uit de cactus. Dat is uit de aloe vera cactus. En dan één keer in zijn leven bloeit hij en dan komt er zo'n stronk uit en daarna gaat hij dood. Mooi hè? Dat is best wel jammer, maar het is wel heel mooi. He? Daar hangt onze druif op die stam. Ja. Is jouw band vol achter? Vol? Ja, kun je dat zien? Nee, dat kan ik niet zien. In je spiegel. Die band? Ja, gewoon je achterbank.
Je achterband. Dat kan ik niet zien. Ik loop wel even stoppen, even naar buiten. Ik wil even horen. Oh ja. Even kijken hoor. Nou ja, die is goed. Nou, die is ook goed. Ja, de banden zijn goed. Dat is heel stom. Ik voelde de auto een beetje schabberen. Oh, dan misschien door het zand daar. Ja, dat denk ik. Maar wacht, reed je mee. Even terug. De lekkage die we dus hadden verteld van de vorige vlog, een paar vlogs terug inmiddels, hadden we verteld dat onze vriendelijke rattenhuisdier natuurlijk dat slangetje had kapot gebeten. Dus wat gebeurt er nou? Wappo, onze speurhond, die is natuurlijk overal aan het ruiken en die zit daar maar achter die kast. Die zit daar maar achter die kledingkast bij jullie, hè, op de kamer. Ja. En dus jij kijkt en wat zag je? Oké, ik hou mijn vinger hier en dan doe jij je vinger op de plek. Zonder staart, zo groot. Zo groot zonder staart. Onder onze kledingkast zit hij. In onze slaapkamer. Niet mijn slaapkamer, onze slaapkamer. Mijn goodness. Zo eng. Nou, echt. En, eng en vies ook. Vroeger heb ik vies. Gedaan bij SGS Sanitech. Dus een soort van rental-kill. En dat waren ook voor de ratten en zo. Nou, dat vond ik toen niet eng, maar nu vind ik het ook eng. Ja, echt. Maar ze zijn ook zo groot ook, hè? Jeetje, Mina. Dus we hebben nu de slaapkamer op slot gedaan. Alles ervoor gezet, dat hij niet aan de biertjes kan. En nu gaan we naar beneden, gaan we vallen halen. Dus ik hoop dat hij er dan in komt. Moet opgelost worden vandaag. Ik vind altijd, ja, kijk, je weet, want ik bedoel, je weet aan dat er wordt geknabbeld en dat het stuk is. Dan weet je dat er iets in huis is. Maar goed, dan heb je hem nog niet gezien. Maar als je dan weet, en als je hem dan hebt gezien, hoe hij eruit ziet. Nou zit hij in de slaapkamer. Dus dan zou ik echt niet meer kunnen slapen. Ja, ik weet wel, ik bedoel, hij is wel bang voor ons, dus hij komt niet in bed of zo. En de honden liggen allemaal in de slaapkamer, dus... Wappo, die voel ik ook s'nachts geregeld opstaan. Ja. Dus dat is gewoon wel iets dat ik denk van, nou ja, weet je, maar hij moet gewoon wel weg. Ja. Want hij heeft ook in mijn schoenen gezeten die ik van jullie heb gehad. Ja. Dus daar word je niet vrolijk van. Sowieso, hij kauwt gewoon alles stuk hoor, die rat straks. Dus we gaan ook even lekkere kaas halen. En die gaan we dan in de val zetten. Is dat trouwens nou echt zo, dat kaas echt een soort van, want dat zie je altijd ook in tekenfilms. Ja, vinden ze heerlijk. Kaas. Tuurlijk, vinden ze heerlijk. Het is zacht. Ze eten in principe aan alles. Ja. We moeten sowieso nog even wat boodschappen meenemen, maar dan... Kijk, rattengif kunnen we niet doen. Nee. Want ik ben als de dood voor de hondjes. Ja. En ze gaan er onherroepelijk dood aan, want ik heb een kat gehad. En die heeft dus ook bij iemand anders van rattengif. En je hebt het gezien aan de honden in het dorp, ja, die ze vergiftigd hebben. Ja. En ze gaan er gegarandeerd kapot aan. Dus ja, daar begin ik niet aan. Dus dan maar op de wat minder onvriendelijke manier. Minder vriendelijke manier. Minder vriendelijke manier met een val. Ja. Ja. We hebben hem de tijd gegeven om weg te gaan. Helaas, pindakaas, we hebben hem een verhuisbericht gestuurd. Ja. Ja, nee. Maar hij gaat niet. Nee. En nu zit hij in onze slaapkamer onder de kast. Onder de kledingkast, ja. Dus ik ben er bang als ik mijn hand in die kast ga, wat dan ook. Of dat hij in mijn la. Hij kan ook in mijn la kruipen. Ja. Dan ligt hij misschien wel tussen mijn ondergoed te slapen. Trek je hem in één keer open, springt hij eruit. Gadverdorie zeg. Nee. Eeuw. De auto is vol geladen met boodschappen. Superveel. Ja. En een hele grote. We moeten er kaas op doen. Ja. Ik weet natuurlijk dat er mensen zijn die dat niet leuk zullen vinden. Wij vinden het ook niet leuk. Maar wij vinden het ook niet leuk. We hebben hem, ik vertelde nog in de winkel tegen die meneer dat ik hem een verhuisbericht gestuurd heb en dat wil hij niet. Nee, weet je, wij zijn een maand geleden sowieso langer al naar Nederland gekomen en toen was het al. Dus
we hebben een maand lang hebben we gedacht van nou, misschien is die nu weg. Misschien is die nu weg. We halen alles weg, weet je wel. Misschien is die nu weg. Ja, kastjes schoongemaakt. Daar zat in de kastjes. Er was natuurlijk heel veel aangevreten dat we wel niet meer terugkwamen. Ja. Dus daar word je ook niet vrolijk van. Want dat het dek werd kapot gevreten. En noem maar op, eigenlijk mijn schoenen. Ja. En gelukkig bij Daniel en Demi boven niet, want dan kan hij niet komen. Maar door het rest van het huis wel. Dus daar word je niet vrolijk van. Alle kastjes heeft er gezeten. En ik heb het over rattengif gehad. Maar we hebben natuurlijk 3 honden. Dat is heel gevaarlijk. Rattengif dat honden niet zouden ruiken, zei hij. Ja, rattengif. En dat moest ik dan onder de kast hier liggen. Maar als de rat, en dat weet ik van mijn ongediertebestrijding van vroeger, dat ik erin gewerkt heb. Een rat kan er ook mee gaan slepen. En dan legt hij daar neer of daar neer. Nou, Luna en Wappo, die eten gewoon werkelijk alles. Al ligt er een steentje op de grond, dan zitten ze daar nog op te kauwen. Ja. Dus ik vind dat doodeng, want ik ben veel te bang dat ik straks 2 dode honden heb. Ook als hij eraan doodgaat en Wappo die zou hem pakken en misschien wel aanvreten. Ik vind het eng. Dus heb ik gekozen voor deze manier. Hij krijgt nog wel een lekker stukje kaas. Als hij hem redt. Ja, die moet hij aanzitten, want dan klapt hij dicht. Ja. Dus het moet een heel klein blokje kaas zijn. En dan gaat hij heen en weer en dan klapt hij dicht. Dus ik hoop niet dat jullie boos worden op ons. Maar we zijn het wel een beetje zat. En hij is echt, echt mega groot. Ja. We hebben als niet we over een klein veldmuisje. Nee, dat zou ik nooit doen, weet je. Maar dit zijn echt, dit is een rat. Ja, en als jullie andere ideeën hebben, als jullie zeggen van nou, dit werkt ook. Ja, laat het dan even weten. Een kat grijpt hem ook en maakt hem ook dood. Ja, maar ja, wij kunnen met 3 honden geen katten erbij. Nee, dus en dan erbij, ik wil ook geen kat. Nee. En als we hem vangen. Zou een kat kunnen doen, maar dat werkt niet met die 3 honden. Zeker niet met Wappo en Luna. Maar het is voor ons de enige oplossing, want hij heeft aan mijn dure schoenen gezeten van de... Mijn winterschoenen en zo allemaal, dus ja. Daar worden we niet vrolijk van, mensen. Dekbed, alles. Hoi, het is natuurlijk weer prachtig weer. Ik ben zo moe. Hij zegt dat het hier warmer is als beneden. Hij zegt dat het hier 31 graden is. 31,5 zegt hij nu, hij spreekt nu net over. En beneden zei hij 27 graden. Ja, dat klopt wel op het moment. Op het moment is het boven in de lucht warmer dan beneden. Ja. Want het is net of dat hij de warmte omhoog stuurt. Terwijl eerst zeiden we, oh nee, in de berg is het een stuk koeler als beneden. Nee, hoog, maar nu... Je woont en dan nog elke 100 meter, dan zak je er hangt daar nou in de lucht, maar er zit een vogeltje op de elektriciteitskabel. Ja, zo'n parkiet of zo. Ja. Moet je maar kijken. Apart, hè? Want hij heeft een hele lange staart, zie je dat? Maar elke 100 meter zou er dan een graden van afgaan, maar het wordt nu alleen maar een graden. Het is nu al 32 graden, dus ik zie hoe snel het oploopt. En ik weet niet hoe we dat allemaal gaan doen, zwetend en die boodschappen naar boven tillen. Maar misschien moeten we even de mannen bellen om te vragen of ze willen helpen met de kruiwagen. Ik ga nu met de kruiwagen, dat ze 2 kruiwagens sowieso mee naar beneden nemen. Ja. Ik denk dat we daar nog niet eens mee gaan redden met 2 kruiwagens. Nee, ik denk het ook niet. Tas, 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 wasmiddel. Water, tas, tas, tas. Hier zit nog een tas. En Jurgen die is nog een keer naar beneden. Met de kruiwagen. We gaan morgen toch weer. Neem we morgen wel weer mee. En morgen hebben we brood te halen. Het is vroeg geslagen, hè? In Motril. En dit is echt heel warm. Het is heel... Echt alleen maar warme lucht. Daar komt het laatste beetje aan. Kunnen we alles inladen? Oh ja, is het eigenlijk? Nee, die lag in het keukenkastje. Moet je eens kijken wat hem drollen. Oh. Jezus. Nou, dat zijn geen kleine muisjes hoor. Dit is echt gewoon mega groot. Monstermouse. Nou, dat echt geen hoor. Monstermouse is gewoon een rat. Gadverdamme. Jullie, kun je even helpen? Als we hem nou aan deze kant hier neerzetten, en dan moet je die tas daar weghalen en dan daarover neerzetten met die schoenen daar weg. Ja,
weet ik veel. Ja, logisch. Hebben we die koffer opzij? Dan moet je hem daar... Kun je die schoenen moeten die niet weg? Nee hoor, dat is het. Nou, dan moeten daarheen en daarheen. Met de kaas. En deze, die moet hier in dat dingetje. Die grote leggen we hier. En die andere leggen we hier. Moet ik even een lichtje doen. Wij gaan weer verder en we willen stukken vandaag klaar hebben. Nou, we hebben alle lekkere boodschappen gehaald. Moet jullie fles water mee? Nee, we hebben nog een fles water kan ik wel meenemen, maar dat hoeft niet. Langaromwater. Thank you. Okay. Warm, hè, vandaag? Oh. Schrikkelijk. Heb je al gegeten? Ja, of een... Het is nu 2. Half om nu 4 of zo. Oké. Okay. Yo. Zo, hoe gaat het hier? Begint te komen. Jeetje. Strak hoor. Je herkent het niet meer terug, joh, dit. Het droogt al goed ook. Ja, dat is gaaf. Ik vind het warm. Hoe is het, chef? Ben je al zat? Weet je wel. Hij is klaar, of niet? En jij doet dan de inhammen? Ja, dat maken. Omdat het alleen nog een mes hoeft te worden? Ja, dat is het helemaal goed. Ja. Zo. Ik heb dat in de zijn gepleist. Dus ik ben ook zo meteen de binnenkant doen. Oh. Lekker. Het is helemaal strak daar. Het glimt in de camera. Ik ken een hele goede vriend die zegt altijd dat je knap blijft gooien. Ja, het gaat steeds meer slimmen. Doe maar hoor. Mooi hè, heb je het gezien? Ja. De grote bakken. Heel mooi. Ja hè? Ruimte zat. Zeg, als dit zo kan. Heel mooi. 3 patat. 3 patat. Wat voor het? Ja. Big Mac menu. Hè? De eerste Big Drive. De eerste Walk Drive. Ja, de Walk Drive. En dan is het ineens gewoon 9 uur jongens. Wat gaat de tijd toch snel? Niet normaal. Och, het is net alsof je begint en boem, het is 9 uur. Maar we zijn klaar met stukken. Tadadada, het plafond. En kijk eens, het begint gewoon al hier een stukje te drogen. Moet eens even kijken. Het hele plafond zit erin. Helemaal strak. En we zijn gelijk doorgepakt. We hebben ook nog de binnenkant van de kleine kledingkast. Dit moet een kledingkast worden. Die hebben we ook gedaan. Dus die is ook helemaal van binnen gestuukt. Maar kijk eens even dat plafond. Dat glimt helemaal. Kijk de gaten voor de spotjes. En alles begint nu echt lekker te drogen. Dus het wordt allemaal spierwit. Kijk, en ik heb dit ook al vast gedaan. Nog een beetje nat allemaal. Kijk, je ziet hier ook nog een beetje natte druppels lopen. Aan de binnenkant hebben we ook gedaan. We hebben ook even de raampjes gebijtst, zodat het makkelijk afneembaar is. Het water hangt er ook nog aan. Het moet nog even allemaal schoongemaakt worden. De binnenkant is hiervan gedaan en de binnenkant is hier ook van gedaan. Dus dat is ook helemaal klaar. En het moet dan nog even allemaal afgekit worden. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere stukken. Zoals dit en dat, al die naden eigenlijk, die inwendige hoeken, die moeten allemaal gekit worden. Kijk, het plafondetje hier is ook gedaan, ook hier ertussen. Dus het stukken zit erop. We hebben ondertussen natuurlijk ook, want je moet af en toe natuurlijk wachten met dat messen, omdat het een beetje uithaalt. Het verwerkingsproces hebben we gewoon alles ook al opgeruimd, gedeeltelijk ook met de opslag toegebracht. Zodat het lekker allemaal lekker ruimtelijk wordt. Want morgen gaan we dus
egaliseren. Voor de eerste keer. Nog nooit gedaan. Mijn vader ook niet. Ik heb wel even goed onderzoek gedaan. En ik heb ook even aan Jeroen gevraagd hoe dat dan moet. En ik had het op internet gezien. En ja, we hebben die betonnen vloer hier gestort. Maar de zand die daarin zat, die was zo grof. En er stond ook best wel een dikke laag, die betonnen vloer. En hij is wel waterpas, maar hij is gewoon heel grof. En als je dan nog even een halve millimeter gaat egaliseren over die vloer, nou, dan wordt hij helemaal glad. Nou, dat is dus heel makkelijk voor tegelen. Dan kan je gewoon lekker een lijmkantdikte aanhouden met tegelen. En dan gaat het veel sneller. En heb je minder kans dat het ongelijk loopt. Want ja, het zet zichzelf eigenlijk helemaal gelijk overal. Dus daarom is het egaliseren. Ik heb het nog nooit gedaan, maar van de filmpjes zoals ik het nu zeg, dat is een beetje hoe het gaat. En hoe het moet gaan gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het nooit gedaan, net ook al gezegd. Beetje klaar mee. Beetje hoofdpijn. Dus ik ga nog maar stoppen. Kijk, mijn vader die is er al vandoor, die heeft al één deur voor gezet. Die zei van, doe jij de volgende deur dan voor? Dus we gaan lekker douchen, omkleden, eten en chillen. En dat betekent dat het tijd is om de vlog af te sluiten. En dat doe ik weer een beetje, want we zijn vergeten de vlog af te sluiten natuurlijk gisteren. Dus vandaar dat ik het even weer alleen doe. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. We hebben de rat trouwens nog niet gevangen. En dan hoop ik dat jullie alsnog wel even een duimpje omhoog willen doen. Even willen abonneren. En morgen natuurlijk even kijken naar een volgende vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!